Nou, ben je nou bang voor clowns? Maak je geen zorgen, want in deze classic is Gino de clown. Maar ik denk dat Myrthe nog steeds lichtelijk getraumatiseerd is door deze test. Schrik niet, dit is Gino. En hij wordt omgetoverd tot clown. Maar dan wel een hele enge clown. En in de volgende schriktest krijgt Gino een belangrijke rol. Voor de volgende schriktest laat ik Myrthe en Arjan denken dat het gaat om de vraag wie is de beste clown. Maar de echte clown zit niet hier, maar hierachter. Hi, Gino. Dit is Gino, mensen. Zeg eens wat, anders geloven ze niet. Hi. Ja, ik ben het. Hi. Okay. Het is wel heel grappig. Maar de bedoeling is dat het zometeen angstaanjagend wordt. En dat gaat het echt wel worden, want dit is de achterkant van de spiegel. Op een zeker moment trek jij hard deze pinnen eruit. Ja. De spiegel valt keihard naar beneden. En jouw hoofd zien ze dan in plaats van de spiegel. En zo moet dat er dus een beetje uit gaan zien. Niets vermoedend zitten ze voor de spiegel en dan komt Gino in één keer met zijn kreet. Ga je gang. Ja, dat ziet er best wel eng en geloofwaardig uit, Gino. Ik ben benieuwd hoe de reacties van Arjan en Myrthe zullen zijn. Doodstil. Yes. En ik zal wel zeggen op een gegeven moment, hey, het schiet al aardig op. Nou op, moet jij maar. Oké? Ja, dankjewel. Arjan, ben je een beetje grappig? Ik ben best wel grappig. Ja? Ja? Kan je mensen aan het lachen maken? Nee, dat lukt dan weer niet. Maar welke plezier ga je op? Ja. Ik wil graag dat jij jezelf transformeert. Nee, heel gek. In een clown. Oké. We beginnen met het gezicht. Maar ik maak het je wel iets ingewikkelder. Je krijgt namelijk twee eieren onder je armen. Oké. En die moeten daar blijven. En vervolgens moet je gaan sminken. Oké, cool. Oké. Niet te hard knijpen. Nee. Nou, sapper de flap, maak er een mooi gezicht van. 3, 2, 1, succes. Hoe ziet een clown er ook weer uit? Dat is ook wel mooi. Maar het doet wel een beetje zo. Nee, dat is het niet. Wat heeft een clown altijd? Ja, een rode neus. Precies. Waarom maak jij hem wit dan? Ja, stom foutje. Ik zal wel zeggen op een gegeven moment, hey, het schiet wel aardig op. Nou op. Moet jij maar. Ja. Het schiet wel aardig op. Ja, toch? Ja. Oh! Hey, gek! Maar je schrok wel, hè? Ja, in de groep. We gaan eens kijken hoe Myrthe het doet. Oh nee, de clown heeft een rode neus. Klassieke fout, dit. Nee, maar ik doe gewoon eerst even grondverf erin. En dan daarna ga ik het inkleuren. De clown heeft toch een wit gezicht? Ah, dit schiet wel lekker op. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik geloofde echt serieus dat ik mezelf moest schminken als clown. Dus ik zat vet serieus zo met het mondje, alles netjes te doen. En ineens komt Gino's hoofd daar zo als clown. En ik ben echt super bang voor clowns. Dus ik schrok me echt heel erg dood. Ik ben er nooit zo erg geschrokken. Ik schrik me dood. Dus Gino? Nee. Ja. Gino! En ja, de vraag was niet of jij een hele mooie clown kon worden, want ik geloof zeker dat je dat kan. Ja. Maar de vraag was, wie schrikt er nou het meest, de jongens of de meiden? Nou, ik denk niet dat iemand hier nog overheen kan. Nou, ik denk dat het wel lastig is. Die pruik was ook echt verschrikkelijk. Dit was ook gewoon echt een enge clown. Ik vond het echt verschrikkelijk. Het ging over de vraag, wie is het meest schrikbestendig, de meiden of de jongens? Ja, als je er zo bang voor bent al, dan is het eigenlijk gewoon heel erg sneu. Ja, je zou bijna het puntje een haar willen geven. Nee, dat hoeft niet. Waarom gaan we niet doen inderdaad? Want die, stap maar opzij, ze liggen hier nog, jouw twee eieren Myrthe. Ja. En Arjan, die had ze allebei nog keurig onder zijn oksels. Ja. Schrok je helemaal niet? Ja, ik schrok wel, ik gooide dat sponsje naar zijn hoofd. Dus, wie is er het meest schrikbestendig? De jongens of de meiden? De jongens. Ja, kan gebeuren. Vond je dit nou leuk en wil je nog meer video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal.